Er zouden deze maand 3 grote games uitkomen. 3 blockbusters. Street Fighter 6 hebben we gehad. Diablo 4 hebben we gehad. En nu is het dus tijd voor die laatste game. Final Fantasy 16. Ja, save the best for last, hè? Bam! Ze hebben gewoon, die gekke Japanners, die hebben gewoon een groep mensen in een creatieve business eenheid gezet. Ze hebben het nummertje 3 gegeven. Ja. En ze hebben ze ermee aan de slag laten gaan. Final Fantasy 16, niet te verwarren met Final Fantasy 7, 2 Rebirth. Die komt nog later dit jaar uit. Nee, dit is dus de Final Fantasy 16. Even voor mij en voor die mensen die Final Fantasy niet helemaal doorgronden. Waar gaat deze game over? Wat is het? Qua verhaal staat dit gewoon volledig los van alles wat we kennen. De wereld speelt zich af in Falistea. Falistea. Yes, en daar zijn de Mother Crystals te vinden. Hele grote soort van kristallen bergen. Die kristallen bergen die zijn magisch. Oftewel, ether komt daar vanaf. En mensen hebben jarenlang, decennia lang, vertrouwen ze eigenlijk op de ether. Omdat de magische krachten die daaruit voortkomen, hebben de mensheid naar een hoger niveau getild. Mm-hmm. Dan zijn er nog mensen die zijn geboren met magische krachten. Dat zijn de bearers. Die dragen dus krachten zonder dat ze die kristallen nodig hebben. Want die kristallen, ja, dat is natuurlijk een eindige bron. En die mensen die zijn potentieel een oneindige bron. Vandaar dat deze mensen worden misbruikt. Als slaaf worden gebruikt door hun magische krachten. En tussen die mensen zit ook wel eens iemand met iets meer kracht dan de anderen. Dat zijn de Dominants. Dat zijn speciaal uitgekozenen, uitverkorenen. Die de krachten van de Eikons dragen. Eikels. Ja. En eigenlijk alles draait om die Mother Crystals. Want het land wordt bedreigd door een blight of darkness die zich verspreidt. En alleen de Mother Crystals die kunnen zich daartegen verweren. Ja. En er zijn er volgens mij 5 van en 6 koningshuizen, als ik het zo heel even mag noemen. Je moet het ook een beetje zien als een soort van Game of Thrones-achtig geval waarin op een gegeven moment wanneer het echt de blight rukt op. Ja. Dus de wil of de noodzaak om meer Mother Crystals. En het zijn echt, we hebben het over bergen. Hè? Het is niet een steen. Nee, het is een berg de grootte van de Himalaya, bij wijze van spreken. Men strijdt voor grond. Want hoe meer grond, hoe meer Mother Crystal, hoe meer kristallen, hoe meer ether, hoe meer magie en hoe beter je volk daarop gaat. Dus vandaar de oorlog tussen meerdere kingdoms. En wie speel jij dan? Jij speelt hier, zie je hem niet, deze man helaas, maar tegenover hem zit Clive. Hier is hij. En Clive is een highborn, oftewel hij is zelf ook van adel. Zijn familie heeft al decennia lang of generaties lang de kracht van de Phoenix. Mm-hmm. Zijn broertje ook. Zijn broertje belichaamt de Phoenix. Dat is echt de dominant. En hij is ook een soort van zwarte schaap in de familie, want hij is de eerstgeborene. Ja. Maar hij heeft niet de blessing van de Phoenix. Nee. Die is overgeslagen en die heeft zijn broertje. En zijn vader die omarmt hem wel, maar zijn moeder die ziet hem eigenlijk een beetje als een untermensch, een waardeloos untermensch. Ja, zijn moeder heeft een hekel aan hem, want hij heeft dus niet de kracht om in de Phoenix te veranderen. Daar waar zijn broertje dat wel heeft. Dus zijn broertje is het lievelingetje. En hij is eigenlijk de shield van zijn broertje. Ja, en zijn bewaker. Ja, en dit is zeg maar de achtergrond van het verhaal waarbij het begint. En er gebeurt iets in het verleden van Clive Rossfield met betrekking tot zijn koninkrijk en zijn familie. En wat er daar gebeurt, dat zendt hem op een quest van revenge. En dat is eigenlijk waar je het verhaal oppikt. En wat voor soort gameplay is het? Dit is actie, actie, actie. Open wereld wil ik het niet noemen. Open zone. Ja. Waarbij ik wel meteen al moet zeggen, de zones worden steeds groter. Dus daar waar je in het begin echt kleine zones hebt en het heel lineair is. Want het is veel lineairder dan de menige Final Fantasy game. Ja. Maar de game opent zich wel steeds meer, waardoor je steeds meer ook de wereld in kan. Het zal voor veel mensen vooral een verrassing zijn die vanaf Final Fantasy 15 afkwamen. Die was heel wijd en groots opgezet. Niet helemaal een open wereld, maar wel echt ontzettend heel groot wat dat betreft. En Final Fantasy 16 doet dat iets anders. Heb jij dit demo gespeeld de eerste 2 uur? Dan denk je misschien, nee, dit lijkt wellicht meer op Final Fantasy 13 met alleen maar corridor, corridor, mm-hmm. corridor. Nee, dat is het niet. Uiteindelijk op een gegeven moment, maar dat is pas verder dan de demo je laat spelen. Ja. Dan wordt het echt groter opgezet. En dan waan je je echt in een hele brute, vette fantasiewereld.
In The Wall hebben we natuurlijk zowel Final Fantasy 7-2 Rebirth als Final Fantasy 16 konden we opstemmen. Mm-hmm. En Final Fantasy 16 scoorde beter. En wat is het verschil tussen die twee games en waarom denk je dat deze game meer appelleert bij de community? Ik denk ten eerste ook wel het geval is, er was een demo uit op dat moment. Mm-hmm. En ik denk dat heel veel mensen positief verrast zijn door die demo. Maar ik denk dat ook voor niet-Final Fantasy fans is deze game gewoon wat meer toegankelijk. Het heeft wat minder van de cutesy, gekke anime, Japanse stuff, mm-hmm. zeg maar. Die je misschien wel in eerdere Final Fantasy delen hebt gezien. Final Fantasy 7 zit daar ook bijvoorbeeld wel redelijk vol mee hoor. Ondanks dat het een wat meer cyberpunk setting is. En het heeft inderdaad echt, jij noemde het net al Game of Thrones. Maar daarvan hebben de developers zelf ook al gezegd van, ja, daar hebben we ons hevig door laten inspireren. Zowel qua verhaal, zowel qua geweld, als seks, wat erin voorkomt. Wat normaliter ook nooit echt een ding was in Final Fantasy 16. Er wordt geneukt. Je ziet echt heel veel bloed. Je op ziet de achtergrond, dat wel. Ja, maar je ziet echt heel veel bloed ook. En dit is daardoor wat meer gegrond. Je ziet het ook aan de graphics. De kleuren zijn wat toned down. Het zijn veel grijze en bruine kleuren. Het zorgt voor een wat realistische setting. En ik denk dat daardoor wat meer mensen deze game wellicht een kans gaan geven ten opzichte van de wat meer kleurrijke anime de variant. Ja, en wat je ook zegt, weet je, het verhaal, alles voelt inderdaad heel volwassen. Daar waar de nadruk bij andere Final Fantasy games toch ook heel erg dat iets meer kinderlijk fantasie, de typische Japanse heeft. Want ja, weet je, bijvoorbeeld een Moogle zit hier wel in, zit er eentje in. Het is niet dat ze soort van dat hele Moogle en de gele chocobo's en weet ik veel wat dat overal maar te zien is. Hier is dat echt vrij beperkt. Dat neemt echter niet weg dat ja, zei het anime. Eén ding wat ik mooi vind aan anime, in mijn geval bijvoorbeeld Dragon Ball, de epische gevechten. Ja, nee, waarbij het echt voelt als een soort van, oké, de soort van ups en downs en ups en downs. En oh, nu ben ik in het nadeel, nu ben ik in het voordeel. Ja, dat heb je wel echt heel, heel sterk in deze game. Ja, ik wou zeggen, het is misschien wat toned down qua graphics, maar het is in heel veel dingen zeker nog steeds een Final Fantasy game. Zoals Daan al zei, je ziet het natuurlijk in de Moogles en de Chocobo's die je in de wereld voorbij ziet lopen. Veel van de monster designs zijn natuurlijk ook classic monsters. We kennen de summons, de icons, hoe je het ook wil noemen. Het haar, zeker. Het is een gekke mix tussen Aziatisch en Westers. Aziatische mensen die Westerse mensen proberen te maken, maar mm-hmm. wel met de Japanse kapsels en dergelijke. Ja. Dus je krijgt een gekke combinatie van het beeld wat zij van ons hebben, hoe gek dat ook klinkt. Maar De game komt uit op de PlayStation 5. Het is een console exclusive. En het zal TZT ook naar de PC komen. Alhoewel we natuurlijk een datum daarvoor op dit moment natuurlijk niet weten. Maar ga uit van een jaar of zoiets. Of ietsje langer. Officieel de exclusiviteitsdatum die verloopt op 31/12 dit jaar. Mm-hmm. Dus vanaf 1 januari zou die naar andere platformen kunnen komen. Maar Naoki Yoshida, de game director, die heeft al gezegd, nee, we hebben meer tijd nodig om dat te optimaliseren voor de PC. Verwacht niet dat die naar de Xbox komt, om heel eerlijk te zijn. Want we zagen natuurlijk in de leaks dat PlayStation wel heeft afgedwongen. Deze game mag niet naar de Xbox. Ja, ze hebben ook meegeholpen aan de development en volgens mij ook een gedeelte publishing. Mm-hmm. Dus helaas, Xbox-eigenaren, ik zou er niet op wachten. PC-eigenaren die kunnen, ja, denk ik, over een jaar misschien hiermee aan de slag. Ja. Is het een behoort het tot de mooiste PlayStation 5 games? Tot een van de, absoluut, 100%. En dat zie je soms in de character models, al is de consistency daar niet helemaal. Bijvoorbeeld de hoofdpersonen, waaronder Clive, die ziet er in elke cutscene ongelooflijk gedetailleerd, super mooi uit. En dan praat je soms tegen een NPC, dan zie je overduidelijk, die grafische kwaliteit is wat minder. Mm-hmm. Maar alle hoofdpersonages, die zien er gewoon wat dat betreft fantastisch uit. En vooral de omgevingen. De backdrops. Ik heb zoveel screenshots gemaakt alleen al in deze game. Simpelweg omdat ik met open mond zit te kijken naar hoe het er wel niet uitziet. Ja. En dat is insane. En dan nog even los van de cinematografie die echt fucking insane is bij zeker ook de boss battles. Ja, kijk, en je hebt natuurlijk heel duidelijk het verschil. En dat is eigenlijk vrijwel in elke game wel. Je hebt zomaar de cutscenes waarin het gewoon in-game een soort van gesprek met twee personages is. En je hebt echt de cutscenes zoals deze, waar gewoon, ja, buiten de animaties van het spel om, ook gewoon echt wat pre-rendered stuff.
Ja. Waar het de standaard beter uitziet en waar de lipsynchronisatie ook beter is gedaan. Ik dacht namelijk in eerste instantie, dat wist ik niet van tevoren, van oh, dit is een Japanse game, dus ik moet hem op Japans spelen, want dan klopt alles had beter. Had ik ook in eerste instantie, ja. Toen dacht ik van, hé, wacht even, die lipbewegingen die kloppen helemaal niet met wat er gezegd wordt. Nee, het lijkt hier dat Engels de main language is geweest. Toen heb ik hem op Engels gezet en toen was het inderdaad, klopte het wel. En dat klopt beter bij scènes als dit, dan wanneer je een sidequest accepteert van een NPC. In gewoon zeg maar dat in-game gesprekje heb. Maar ja, ook hier weer, weet je, er wordt iemand doodgeprikt. Er gaat weer wat gebeuren zometeen. En er worden weer gevochten. Ja, ik bedoel, misschien moeten we het ook maar meteen gewoon hebben over de combat. Nou ja, wacht even, om dan nog heel even bij de graphics te blijven. Ja. Echt, wat ik zeg, de consistentie is helaas niet de hele tijd. Wat je al zei, van sommige momenten, daar zijn gewoon tegenover elkaar. En dan is het bijna als een MMO, hoe het converseert met elkaar. Dat voelde ineens als Final Fantasy XIV weer. Ja, maar er zijn ook echt momenten waarvan ik denk, dit ziet er uit als een animatiefilm. Dit is het kwaliteitsniveau van de CGI-filmpjes van Final Fantasy XIV en eerdere Final Fantasy-titels. De klassieke, geweldige Final Fantasy cutscenes. Ja, ja, en dan fucking real-time. Gewoon op je scherm getoverd. Ja. En dat is echt, echt belachelijk. Maar ik hoor mensen wel zeggen van, Kojima kon er wat van met die cutscenes. Dat waren soms halve fucking speelfilms. Mm-hmm. Hier moet je ook af en toe toch wel echt eventjes achteruit gaan zitten. Ja, in zekere zin wel. Kijk, we zitten technisch gezien zitten we nu ook al naar een cutscene van een paar minuten kijken. En dan mm-hmm. krijg je vervolgens de soort van boss battletje. Ja, je hebt zeker momenten dat je vijf minuten zit kijken, vijf minuten zit spelen, vijf minuten zit kijken, vijf minuten zit spelen. Echter, vaak, weet je wat ik een beetje heb met veel games, is dat je, je kruipt of je loopt weer tussen twee stenen door of je gaat weer onder een boom door. Hier is dat heel vaak even met een soort van cutscene, yep. Zo van dat die even onder die boom doorgaat. Een cinematic. Een kort cinematicje. En dat geeft die hele game aan zich al meteen een veel filmischer ervaring. Want in plaats van dat alles in-game gebeurt, heb je echt van die korte momentjes dat er even een mooi shot is van wat er op de achtergrond mm-hmm. gebeurt. Of wat dan. Dus dat maakt het heel filmisch. Dat maakt het wel dus dat je heel vaak van gameplay naar cutscene gaat. Met inderdaad dus ook heel veel cutscenes die echt wel een paar minuten duren. Vind je dat vervelend? Nee, zeker niet. Want wat er gebeurt is gewoon pure eye candy. En ook verhaaltechnisch zit het allemaal sterk in elkaar. Dus je wilt het ook zien. Je wilt mm-hmm. het beleven. Je wilt weten wat er gebeurt. Ja, het is een hele verhalende game. En daar komen ze niet onderuit. En ik vind dat ze het heel goed hebben gedaan. Ik moet wel zeggen, als je de demo hebt gespeeld, in de demo is aanzienlijk wel een grote verschil. Omdat het gewoon daar het verhaal nog moet opzetten. Ja. Mm-hmm. Ook nog een halve tutorial is natuurlijk. Dus daar voelt het misschien niet helemaal in balans. Verderop in de game was dat voor mij geen issue meer. Ja, wat dan wel weer het gevolg van is je hebt bepaalde punten in het verhaal dat er heel snel achter elkaar heel veel gebeurt, wat heel belangrijk is. En dat er ook echt de typische anime filler uren tussen zitten. Ga nu naar de volgende belangrijke persoon. En dan kom je bij die persoon en dan zegt hij, ja, ik wil dat je eerst iets voor me oplost voordat ik jou ga helpen. En dan krijg je eigenlijk een veredelde sidequest, die is ingepakt als een main quest. Dat ik met drie mensen moet praten en ze, weet ik veel, tabak moet geven of zo. Ik zeg maar wat stoms. Ja. En dan, nu heb je ze geholpen. Nu gaan we weer verder. En dan heb je echt ruim anderhalf uur gehad dat je eigenlijk alleen maar kut shit aan het doen bent in de main story, voordat je weer die epische shit krijgt. Ja. Ja, nee, maar dan gelijk om ook over een aantal minpunten van de game te praten. De sidequests zijn echt bijzonder ongeïnspireerd. Verwacht niks van het niveau CD Projekt Red of The Witcher. Dat je misschien even ergens rechtsaf gaat en een subquest aanneemt. En dat je denkt, wauw, hier wordt iets aangeboord met een heel sick verhaal. Nee, echt 9 van de 10 subquests die je zou doen. Hier is een boer en hij heeft last van allemaal wolven op zijn land. Kan je hem helpen? Het grappige is ook nog, ze hebben laatst een interview gedaan ook met GameSpot volgens mij, waarin ze het hadden over de sidequest. Ja. Ik heb inderdaad een stukje gecaptured over de sidequest, omdat ik wilde laten zien hoe fetchy het eigenlijk is. Maar daar werd dus door director Hiroshi Takai gezegd, heel komisch, when compared with other recent AAA titles, I think Final Fantasy XVI really has a lot of side quests. Nou, cool. Some of them are directly connected too. For example, you might complete a quest near the beginning of the game, and then after a while, a new side quest unlocks. I believe we have a lot of variety in our side quests. That being said,
While there are a lot of them, we didn't want any to feel unnecessary. Lieve Hiroshi Takai, ik kan je voelen dat ze, ik kan je vertellen dat ze allemaal unnecessary voelen. Ja, ja, er zal er vast één of twee tussen zitten waar het anders is. Ik moet zeggen, er is na dit stukje waar ik dus letterlijk drie keer een kristalletje bij iemand moet, aan iemand moet geven om vervolgens terug te keren naar degene die me die quest had gegeven. Is er dus ook een klein questje waar twee gasten mij uitdagen tot een gevecht. En die heb ik gewoon echt met de grond gelijk gemaakt. En dan is het zo van, kun je wel tegen de bazin vertellen dat we je wel geraakt hebben. Want anders ontslaat ze ons misschien. Weet je, geinig, maar echt 0,0 betekenis heeft. Nou ja, dit is ook inderdaad weinig worldbuilding die ze daaraan doen. Worldbuilding dan weer ergens wel. Want er wordt wel hier en daar... De meeste zijn hier toch niet, zoals dit. Hier niet, maar dus hier en daar wel. Want het laat wel zien van wat die ether, hoe belangrijk dat is voor mensen, hoe ze neerkijken op bearers. Er zijn dus mensen, dat is misschien verhaal technisch nog wel even handig om te vertellen. Mensen met tattoos in hun gezicht, dat zijn mensen die gemarkt zijn, omdat ze weten dat ze bearers zijn, dragers van magie, mm-hmm. en daardoor uitgebuit worden. Dus het eigenlijk is een soort van slavenkenmerk, omdat ze dus die magische kracht hebben. En dragen ze dus daarom die tattoo. Ik zit nu even te kijken hoor, maar we hebben natuurlijk al een hele tijd die fucking discussie. 30 frames, 60 frames per seconde, ja. Maar ik zie hem niet soepel lopen, of ben ik nu achterlijk? Het is geen, voor mijn gevoel geen 60. Nee. Heb je hem op performance mode gespeeld? Ja. Ik heb hem op graphics mode gespeeld. Simpelweg omdat ik hem zo mooi eruit vond zien. Ik had zoiets van, dit wil ik in maximale fidelity wil ik dit ervaren. Het bleek ook uiteindelijk dat de betere keuze was. Omdat de performance mode had wel aardig wat dipjes in de framerate. En zelfs de graphics mode heeft dat heel af en toe. Maar dat is eigenlijk niet echt noemenswaardig. Je bedoelt graphics boven framerate, toch? Dan is die 30... Ja, bij graphics mode is die 30 fps. Ja. En bij de performance mode... Zou die 60 target is 60, ja. 60, maar dat gebeurt heel vaak niet. En dat is ook het ding. Ze hebben van tevoren gezegd van... nee, deze game is gewoon helemaal af. En hij gaat geen day one patch krijgen. Daar zijn ze op teruggekomen. Ja. Ze hebben geadresseerd, ze hebben hun excuses aangeboden. Ze hebben gezegd, er gaat een day one patch zijn. Die hebben wij nog niet kunnen checken, want er is nog geen day one. Maar die komt er dus aan en die zou problemen met de performance mode en framerate zou dat moeten gaan verhelpen. Maar... Overigens niet echt problemen gehad. Het is alleen wel dat die, ja, weet je, als je eenmaal gewend bent aan 60 en je ziet hem, het is niet dat die dipt. Het is gewoon, er zijn bepaalde hele druk bebouwde gebieden waar je gewoon ziet dat die rond de 30, niet echt onder de 30, maar meer rond de 30 loopt. Ja, vooral in steden. Ja. En dan heb je dat geval. Ja. Die Yoshida, volgens mij was het Yoshida, heeft ook een interview onlangs gegeven waarin hij zei dat Final Fantasy 16 zijn masterpiece was. Zijn het allerbeste wat hij ooit gedaan had. Heb je, kijk, iedereen lult PR op zo'n moment. Dus hij zal niet zeggen van, nou, ik weet niet hoor, ik heb 4 games gemaakt die beter waren dan dit. Dus voel je ook dat dit dat hier een punt heeft, dat je zit te, dat je toch echt wel eens wat van, fuck, ik zit hier wel echt weer even naar een GOTY-achtige game te spelen. Ja, nee, het is grappig ook dat dit stuk erbij wordt gepakt, want de komende 8 minuten aan footage is al een soort van voorbeeld van wat er zo geniaal is aan deze game. Weet je, het verhaal en die cinematics zijn zo tof. En helemaal wanneer die battles erbij komen kijken, van de echt grote battles. Het is gewoon eigenlijk alsof je in één geniale epileptische achtbaan zit. Wat dus betekent dat de game wel iets lineairder is. Mm-hmm. Ja, maar wat dus wel betekent dat ook betekent dat het strakker geregisseerd kan worden en je dus echt een veel meer filmische ervaring kan hebben. Een voorbeeld daarvan is dus bijvoorbeeld de battles, waar je echt cinematische momenten hebt. Dat je gewoon ineens midden in een battle, dat er een soort van mini-cutscene is met een quicktime event. Ja. Noem het oldschool, maar het maakt zo'n gevecht zo anime-episch, weet je. Ja, want de meeste gevechten beginnen gewoon zo echt een 1-op-1. En dan komt het wel echt op je skills aan, weet je. Op tijd parryen, op tijd dodgen, combo's aan elkaar krijgen. En ondertussen trouwens, dit ziet er toch ook gewoon prachtig uit. Zeker. Ja, de game is grafisch gezien. Ze komt even langs om even te taunten. Ja. Nee, maar grafisch gezien is dit echt een prachtige game. Echt insane. En ook een van de weinige games die gewoon er beter uitziet dan de trailer die we 2 jaar geleden voor het eerst hadden gekregen. Is het een moeilijke game? Het is absoluut geen moeilijke game. Okay. Sterker nog, ik heb elke minuut die ik kon, heb ik gespeeld. Elke minuut die ik tot mijn beschikking had. Dus ik denk dat ik tot nu toe iets van
bijna 20 uur heb gespeeld. Ja. Ik ben nog geen enkele dood gegaan. Oké, maar een heleboel mensen zullen nu dan, of een deel van de community zegt, oh, dan hoeft het niet voor mij, want dan is het te makkelijk. Het is niet zo'n type game. Het is niet een game waarbij het per se de bedoeling is dat jij constant doodgaat. Dus nee. Dan, ja, of die, zoals een Souls game, gewoon gemaakt is om dat de reward hem juist zit in het verslaan. Hier zit de reward in het beleven van die fucking epische shit die je ook nu hier op je beeld ziet. En ja, die de komende paar minuten nog steeds vetter wordt trouwens. Dus, en heeft het dan save points? Of kun je save wanneer je wil? Je of kan opstaan wanneer je wil. Ja, ja, zeker. Ja, en maar het is ook wel vrij vergeeflijk, moet ik zeggen, hoor. Want mm-hmm, bepaalde battles kunnen op zich wel uitdagend zijn. Ik zeg nooit dat het echt heel zeker moeilijk wordt. Maar het wordt wel uitdagend. Maar op het moment dat je dan bijvoorbeeld doodgaat, dan hoef je niet de hele boss battle opnieuw te doen. Er zijn verschillende stages natuurlijk in de boss fight. En je kan gewoon weer instappen bij de laatste stage waar je in die boss fight was. En je hebt weer potions allemaal in je inventory bijvoorbeeld. Maar past dit dus eigenlijk ook heel erg goed bij de PlayStation exclusive first party titels, die ook over het algemeen actie hebben en mm-hmm, ook wel uitdagende pittige actie, maar altijd een soort van avontuur jou aanbieden. Een soort van rollercoaster van begin en aan het eind denk je, fuck, jezus, wat heb ik allemaal meegemaakt? Wat was dat vet? Wel het idee geven dat jij het hebt gedaan, mm-hmm, zonder je de hele tijd te proberen te straffen. Ja, het past binnen dat plaatje van wat we van PlayStation first party titels gewend zijn, maar mm-hmm, ik weet niet of dat ook hun insteek was van, hey, dat past bij PlayStation, dus laten we het op die manier. Nee, tuurlijk niet, maar het is meer dat ik nu zeg van, deze game past dan wel heel erg binnen het type first party titels wat PlayStation groot heeft gemaakt. Nou, en het is natuurlijk Final Fantasy. En ja, PlayStation heeft jarenlang wel een beetje synoniem gestaan aan Final Fantasy. Vroeger was het natuurlijk op Nintendo, maar sinds PlayStation 1 heeft Sony het overgenomen. En daarna is het een beetje multiplatform gegaan, maar het thuis is wel altijd een beetje bij PlayStation geweest. Een ander ding ook, wat je ziet met die boss battles. Hier begint bijvoorbeeld dan een boss battle. Maar de boss battles zelf aan zich zijn ook wel vrij gevarieerd in hun opzet. Mm-hmm. Ja, zeker. Dat zie je al gelijk in het begin. Dan is het in één keer een soort van on-rail shooter die je aan het spelen bent. Op een gegeven moment is het bijna een soort van fighting game, hoe je recht tegenover elkaar staat. Ja. Vooral wanneer de kaiju's, om het zo maar te noemen. Die tegen elkaar gaan vechten in een landschap. Het is altijd zo extreem over de top, maar wel heel, heel bruut om te zien. Want je vecht hier in je eentje. Je kan niet co-op, want ik zag op een gegeven moment ook dat je een hond bij had. Of ja, een je hebt companions. In dit geval geen, want het is toevallig zijn ze hier dan afgeblokt van jou, dus moest je dit echt in je eentje doen. Mm-hmm. Maar over het algemeen zijn gewoon het verhaal bepaalt wie er met jou mee zijn op dat moment. Oké, en kan je die besturen of doen die gewoon? Nee, die doen gewoon hun eigen moves. Ja, oké. Een meisje met de Shiva powers, oftewel ijskrachten. Jill trouwens is een long time friend. Van Clive in dat geval. Je hond, Torgal, is ook altijd mee in principe. Maar die kan je wel besturen. Althans, je kan hem bepaalde commands geven. Ja, ja. Inderdaad. En dat hoeft dus ook niet altijd. Want de game heeft een aantal mogelijkheden om het makkelijker voor je te maken. We hebben denk ik allebei gewoon action focus gespeeld. Absoluut. Je kan story focus spelen, dan is het echt een eitje. Als je action focus speelt, nou, dan wordt het wat uitdagender. Ja. Vind je dan nog te moeilijk? Dan zijn er verschillende rings in je inventory die je daarbij gewoon helpen. En een van die rings, om dus heel even op die companion terug te komen, is dat je companion automatisch aangestuurd wordt. Ja, ja, je hebt eigenlijk manieren om de game makkelijker te maken. Niet per se moeilijker. Het is wel bevestigd dat er een New Game Plus komt. Volgens mij ook bij de Day One patch meteen. En die gaat moeilijker zijn. Ja. Ja, ik bedoel, ik kan hier dus gewoon de hele tijd naar kijken en dan gewoon denk van, oké, ik weet wat straks gaat komen, joh. Fuck. Ik heb ook expres trouwens met de capture alles na een bepaald punt niet meegenomen. Ik dacht, ik wil in ieder geval één vette battle wel laten zien in zijn geheel. Maar niet alles, want het is natuurlijk in zekere zin best wel spoiler heavy. Dat hebben ze zelf eigenlijk ook wel goed gedaan, hè? Want een van die, de eerste trailer ook, kom je gewoon achter. Dat is eigenlijk alleen maar de eerste 2 uur van de game. Ja. En je wil ook niet veel gespoild hebben. Dat was ook mijn probleem de afgelopen tijd. Hoeveel trailers en deep dives we kregen van die game. Weet je,
Je wil het zelf gaan ontdekken, want je komt op zulke vette, insane plekken op een gegeven moment. En ja, hoe het is vormgegeven, dat wil je echt zelf ervaren. Want het is echt ook een echte ervaringsgame. Het leek wel een beetje op Square. En wie weet is dat ze ook niet aan te rekenen, omdat ze natuurlijk een aantal poedels hebben uitgegeven de laatste tijd. En dat zijn dan niet de Final Fantasy en de Kingdom Hearts games. Als ze een klein beetje onzeker waren, hè? Dus een demo en heel veel deep dives. En dan zaten ze bij Sony en ze zaten ook nog eens een keer in de Summer Game Fest. Weet je wel, heel veel Final Fantasy. Terwijl eigenlijk, ja, als je dit ziet, hoeven ze zich nergens voor te schamen. Maar ja. Nee, ja, wel... het moet ook wel gezegd worden dat zomaar gevechten als deze. Je gaat niet elk half uur of elk uur per se zo'n battle in. Mm-hmm. Er zijn zeker battles waarin je wat kleinere enemies hebt die ook met van die cinematische momenten zijn. Ja. Maar van deze schaal, en dit is overigens, dit is gewoon Clive zelf tegen Garuda in dit geval. Maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon de Icon versus Icon battles, waarin dat echt gewoon groot tegen groot is. Wat jij zei, die Kaiju battles, ja. Maar dit soort momenten, ja, weet je, het zijn hele simpele quicktime events waar het echt alleen een kwestie is van op het juiste moment vierkantje drukken of wat gewoon aanval is. Timing is heel vergeeflijk. Of mashup vierkantje of R1 om te dodgen. Dat zijn de enige drie opties die je voorbij zal zien komen. Maar gewoon, ik hou ervan, hoor. Er zijn weinig games de laatste tijd die mij juichend op mijn fucking bank hebben zien zitten. Same. Gewoon van, oké, ja, nee, hij gaat niet dit doen. Oh, hij gaat transformation shit. Oh my god, dan gaan we volgende level, volgend niveau, volgende stage van de fight. Ja, en op die manier wordt het steeds gekker en gekker. Groter. Ja, dat is gewoon episch. Ja, en wat natuurlijk ook voor veel mensen zou helpen, het is real-time action dit keer. Geen turn-based of wat dan ook. Is ook mede-developed door een van de grootheden bij Platinum Games. Die hebben daaraan meegeholpen. Die ook aan Devil May Cry hebben gewerkt bijvoorbeeld. En ik moet zeggen, op het begin vond ik het een beetje wennen. Want je hebt nog niet veel powers en je hebt nog niet zoveel skills. En dan ben je op een gegeven moment eigenlijk alleen maar een mesh. Maar op een gegeven moment kan dat niet meer. Omdat je gewoon bepaalde enemy types hebt die je moet gaan verslaan. Maar je krijgt ook meer powers. Ja. En, nieuwe abilities inderdaad. Je hebt je fucking skill tree die je kan gaan uitbouwen natuurlijk. Maar je krijgt ook verschillende icon powers. Krijg je er ook steeds bij waar je heel snel doorheen kan switchen met een L2. En die kan je helemaal samenstellen. En er zijn ook zoveel verschillende fucking combo's die je kan samenstellen. Ja. En dat voelt zo satisfying om dat optimaal te benutten in de combat. Ja, want die moves die zijn eigenlijk opgedeeld in twee categorieën. Moves die gewoon allround goed zijn. Moves die veel damage doen of moves die veel staggeren. Volgens mij, ja, ik weet niet of het per se stagger werd genoemd, maar je ziet het al. Je hebt de sterretjes links, dat is gewoon je attack power. En de sterretjes rechts zijn een beetje de ability om te staggeren. Hoe meer dat doet, hoe meer je die gele balk van een enemy leeg zal lopen. En dus ook sneller zo'n moment hebt dat ze even op de grond liggen, 10 seconden. Dat ze bij moeten komen en dat jij gewoon helemaal mee hem gewoon los kan gaan. Op die gast. Ja, en je hebt ook gewoon bepaalde moves waarbij je kan een... want die stamina of stagger balk die ze hebben, die hebben vaak ook nog een soort van streepje halverwege in het midden. Wanneer je die aantikt en je doet bijvoorbeeld met Garuda, heeft daar een speciale move voor. Deadly Claws heet die, geloof ik. Ja. Bam, dan trek je zo'n grote bewijs van icon, pak je vast, smijt je op de grond en dan kan je switch je nog... gauw weer naar je andere powers en dan is het weer mappen. Ja, en dat zou, als we het zo over hebben, dan lijkt het misschien alsof dat button mash is, maar het is veel tactischer dan dat. Ja, met button mash kom je op een gegeven moment echt niet meer weg. Misschien in de eerste twee uur zou dat wel kunnen, maar met de boss fights ook echt totaal niet meer. En ook helemaal niet meer bij de kleinere fights, want op een gegeven moment als je een draak tegenover je krijgt of een dragoon of whatever, gaat dat gewoon niet lukken. Het lijkt me wel een game die je één keer speelt en dan misschien nog een keer want je kan niet met een ander character spelen. Ja. Er zit geen multiplay in of dat soort opties. Misschien dan die plus, weet je wel, die moeilijke versie die eraan komt. Is het een lange game? Hey, je bent er al 20 uur, zit je er al in? Ja, en ik, volgens mij ben ik op de helft. Ja. Ik ben op een punt dat ik heb nog lang niet alle icons gezien. Ik heb er een paar bevochten. Zowel mens tegen icon als icon tegen icon. Er gebeurt veel. En het wordt wel ook steeds iets gevarieerder. Want je moveset wordt natuurlijk steeds gekker. Dus wat er tegenover jou komt te staan, wordt natuurlijk ook steeds lijper. Ja, dan gaan we weer. Hier, icon versus icon.
Het is fucking episch. Ja, dit zijn, en op die manier houdt het ook gevarieerd. Weet je, je bent niet alleen maar met je eigen, met Clive aan het vechten, maar ook gewoon met de Phoenix of met Ifrit of met iets anders. Ja. En ja, dat is. Ik probeer ook heel erg weg te blijven van verhaaldetails, waardoor ik eventueel iets ga spoilen. Want ik denk dat deze verhaal is, of deze game is te doen om het verhaal. En de actie die draagt daar gewoon bij aan de ervaring. Ja. Ja, en die is gewoon ook uitgebreid zat. En ook in je inventory met je items. Er bestaat gewoon een centrale hub, wat Hideaway heet. Ook in verschillende stadjes kom je bepaalde punten weer, herkenbare punten tegen, hoor. Maar wat je daar kan doen, je kan uiteraard ook weer items kopen, maar je kan ook items craften. Want ieder gevecht die je tegenkomt in de open wijde wereld, ja, daar haal je weer materials uit. Wanneer je een icon hebt verslagen, haal je daar weer vaak een bijzonder stukje material uit, waar je dan weer bij wijze van een zwaard zou kunnen maken. Dat is wel een stuk meer RPG light dan wat je gewend bent van Final Fantasy. Want eigenlijk, sterker nog, ik zou dat hele progressie in craften en weet ik veel wat, zou ik al vrij lineair willen noemen. Want er is altijd maar één beter zwaard wat je op dat moment kan kopen of craften. Er is altijd maar één betere belt of bracers die je op dat moment kan kopen. Het is niet zoals Final Fantasy XIV bijvoorbeeld, nee, wat ook een Naoki Yoshida game is, maar waar craften echt gewoon een hele op zich is. Ja, maar een heel beroep op zich is ook. Ja, daar is het gewoon RPG heavy. En hier is het meer van, ja, oké, ik doe met dat nieuwe zwaard dat er is, doe ik 5 damage meer. Ja. En je wilt altijd lekker up-to-date blijven met je nieuwste shit. En je hebt eigenlijk ook wel altijd de juiste benodigdheden om dat te maken. Want alles wat jij nodig hebt, kom je eigenlijk al tegen in de main missies die je doet. Dus je zal nooit met een tekort aan spullen zitten. En ook dus eigenlijk nooit per se genoodzaakt zijn om even terug te gaan naar een bepaald gebied om een bepaalde enemy weer te verslaan, omdat daar iets uit dropt potentieel, waardoor ik dat kan craften. Dat is bij de meeste RPG's wel zo. Als jij een bepaald gearsetje wil, dan moet jij zorgen dat je die ene enemy genoeg hebt verslagen, zodat je dat kan craften. Hier is het meer van, ja, oké, er zijn een paar algemene crafting materials. Nou, alles draait gewoon om de main story. Ja. En gewoon hoe ver je bent in de main story bepaalt eigenlijk voor een groot gedeelte wat je kan doen en kopen en kan equippen, bij wijze van. En het zijn ook geen korte gevechten trouwens. Het is filmisch, het is anime, het is episch. Het is gewoon bijna beat 'em up. Ook met die balken zo. Nee, maar daarom zeg ik van de manier waarop ze die combat aangaan, dat verschilt en dat is lekker divers en dat houdt het ook tof. En nogmaals, dit is niks vergeleken met wat je allemaal nog tegen gaat komen. Nee. Dit is gewoon... Dit is de eerste. Dit is de eerste, een beetje serieus inderdaad. Je hoort het al op de achtergrond, de muziek. Het is altijd een belangrijk onderdeel van Final Fantasy games. Hoe zit het hier? De score zelf is goed. Ja. Steken durf ik wel te zeggen, hoor. Ja, zeker. Ik ben een fan van Soken. Dat is de composer van deze. Dat is ook de composer van Final Fantasy XIV. Hij heeft ook al vaker samengewerkt met Naoki Yoshida. Ja, ik vind het insane. En hij is een van de beste. Om te luisteren vrolijk verder. We staan allemaal lekker te staan. Luisteren vrolijk verder. Ja, ja, er is één post-battle music die eigenlijk constant wel gebruikt wordt. Dus het is niet dat elk gevecht zijn eigen muziekje per se heeft. Maar er zijn ook momenten dat muziek heel misplaatst voelt, hoor, moet ik wel zeggen. Er zijn bepaalde emotionele scènes waarin ze dan hetzelfde vrolijke muziekje ineens weer onderzetten. En dat ik denk van, oké, maar dit voelt niet helemaal op zijn plaats. Maar, ja. Ja, en waar ik wel wat op aan te merken heb, is de audiomix. Jelle had het de vrijdag al over in de vrijdagmiddagstream die we deden van, het klinkt nogal vlak en alsof de audiomix niet af is of iets. En het was mij nog niet eerder opgevallen. En daar ging ik thuis ook eens op letten. Ja, de audiomix, het is niet goed afgemixt. Ik bedoel, alles is er. Ik bedoel, er is de muziek, er zijn de sound effects, er is de voice dialogue. En eigenlijk zijn al die drie dingen los van elkaar echt heel goed gedaan. Maar de mix samen op een gegeven moment, soms klopt dat gewoon. Ja, dan zijn die stemmen ineens veel te hard. Of bepaalde geluiden juist veel te zacht. Ja, ik vond ook dit soort gevechten, wat super episch is. Ik vond het qua audiomix heel vlak klinken.
Ja. Het zou veel meer indruk kunnen maken. Zeker wanneer je het vergelijkt met games zoals een Final Fantasy VII remake. Waarvan je toch wel weet van, oké, dat is dezelfde uitgever. Niet dezelfde ontwikkelaar. Maar dat ze uiteraard wel die dingen met elkaar delen. De informatie daarover. De kennis. Ja. Je zit lekker weg. Ja, ik zit ook bij mezelf te denken hoor. Van, misschien moeten we nu even stoppen met de boss fight. Dat mensen niet helemaal het einde zien. Omdat het misschien dan net even te veel gespoild wordt. Ik weet dat Square altijd wel aan ons vraagt van laat niet te veel zien achter elkaar. Dus we stoppen wel even met dit stukje beeld. Maar volgende! Nou ja, het ding is van, ik denk, zijn er nog dingen die je wil benoemen aan deze game? Of kunnen we al toe naar datgene wat Yoshida over zijn game zegt, namelijk dat dit het beste is wat hij ooit gedaan heeft? En dan kom je weer in die discussie terecht die je om het haverklap voorbij ziet komen. Wat is de beste Final Fantasy? Uh-huh. Is dit de beste Final Fantasy die Yoshida heeft gemaakt? Dan kijk ik naar links, dat durf ik niet zeggen. Ja, ik vind het zo ontzettend moeilijk. Omdat dit, zeg maar, wat hij voor elkaar heeft gekregen met Final Fantasy 14, dat is zo bijzonder en ongekend. En even los daarvan dat hij het schip heeft weten te keren, tij heeft weten te keren. Hebben we daar ook zo krankzinnig veel expansions gehad die allemaal fucking sick zijn. Okay. Dat is bijna onmogelijk. Mm-hmm. En deze game is in veel opzichten beter, groter, mooier. Maar dit is. Maar ook in andere opzichten wel weer compacter juist. Ja, ook dat. Maar 40 uur bij wijze van, ja. Weet je wel. Tuurlijk, je kan er meer in kwijt, maar 40 uur durende campaign. Dat heeft hij al bijna 6 keer gedaan met Final Fantasy 14. En dat waren ook verhaaltechnisch. En daarom was ik ook zo enthousiast over deze. Subliem. Ja. En hij heeft daar echt een neusje voor. Dat trucje zo vaak herhalen en toch iedere keer met veel luidgejuich in ontvangst nemen. Ja, ik denk dat knapper is dan één zo'n singleplayer game op de wereld loslaten. Ja. Maar daarmee doe ik dit dan weer tekort, om dat op die manier te omschrijven. Want ja, ik denk dat persoonlijk qua polish, want de game voelt heel polished aan. Weet je, er zijn wel problemen met de performance mode, maar kijk je gewoon puur naar graphics, combat, wereld. Is die buggy? Het voelde, ik ben er eigenlijk niks tegengekomen. Het voelt zo ontzettend polished aan. Dus ja, ze hadden een hele grote bek over geen day one patch. Ik snap wel waar het vandaan kwam, ondanks dat hij ernaast zat. Dat is wel echt heel knap. En dit is wel het meest gelikte product wat hij ooit heeft gemaakt. Ja, dat wel. Is het daarmee ook een GOTY 2023 contender? Ik denk voor veel mensen zeker wel, ja. Kijk, persoonlijk voor mij, dat het niet helemaal open wereld is, dat het niet helemaal RPG heavy is, dat er heel veel nietszeggende sidequests in zitten. Ja, dat is niet mijn ding, maar de combinatie van de actie en het verhaal en hoe de combat bijdraagt aan het beleven van het verhaal. Zelf ook, natuurlijk. En inderdaad gewoon de karakter zelf, de soort van hero's journey on steroids die je meemaakt. Dat is echt van de bovenste plank. Maar daarom, er valt echt zoveel, er valt genoeg op aan te merken, zoals je ook al hebt gehoord. Een ander ding is bijvoorbeeld de cameravoering. Vind ik af en toe niet heel erg fijn. En nee, maar dat is ergens ook alweer heel typisch. Je bedoelt gewoon in de algemene zin. Tijdens de combat bijvoorbeeld, weet je wel. Nee. Want soms ben je echt omsingeld door heel veel enemies. En soms vliegt die camera dan alle kanten op. Of kan ze juist niet zien. Maar het zijn allemaal zulke kleine dingen die niet recht doen aan wat totaalervaring is van deze game. En de totaalervaring is gewoon subliem. En ja, is het de Game of the Year contender? Ja, ik denk voor heel veel mensen wel. Het enige probleem wat hij heeft is dat er nog een paar andere Game of the Year contenders zijn dit jaar. Het is een druk jaar. Ja, het is een heel goed bepakt jaar. En ik denk dat iedere type gamer dit jaar wel iets heeft waar die ontzettend blij mee is. Final Fantasy 16 dus. Vandaag de review. Morgen is die voor iedereen beschikbaar. Alhoewel ik wel links en rechts alweer hoor dat ze hem ietsje eerder aan het verkopen zijn. Maar dat heb je altijd met dit soort blockbusters. Ik denk deze review is goed nieuws voor alle mensen die Final Fantasy een warm hart toedragen. Gaat spelen.